Met dit retrofilmpje blikken we terug op winkeldorp de Senderlo vanaf de jaren 50 tot de late jaren 70. Deze beelden uit de jaren 50 zijn afkomstig uit het oudste teruggevonden filmpje. Looise middenstanders vieren hun jaarlijkse souper. Een van de eerste evenementen van de Looise handelaars waren groots opgezette handelsbeurzen in de vakschool van de broeders. Er kwam veel volk over de vloer. Van 19 tot 27 juli 1958 pakten de handelaars van de Neerstraat uit met een primeur voor de Senderlo, de eerste Looise braderij. De geboorte van reus Taxander, die op 19 juli werd ingeschreven in het bevolkingsregister, gaf het geheel een folkloristisch tintje. Eén jaar later, tijdens de tweede braderij, trad hij tijdens een plechtigheid aan het gemeentehuis in het huwelijk met reuzin Nera. Thank you.
Bij de handelaars van de Stationsstraat begon het eveneens te jeuken. In 1959 sloegen zij de handen in elkaar en het resultaat was een 14-daagse winkelweek waarmee ze hun straat meer bekendheid wilden geven. Zo'n 14-daagse ging gepaard met allerhande manifestaties, van een geschenkenregen tot een wielerwedstrijd. Een ludieke stoet was een van de vaste ingrediënten. In de Diesterstraat startte George Engelen in 1952 de wasserij Den Engel. In de jaren 60 telde het bedrijf ruim 50 werknemers. En zo verlaten we de jaren 50 en 60 voor een handelsbeurs van de Looische middenstand in de Technische School van de Broeders begin jaren 70. Meermaals werd er een handelsbeurs georganiseerd door de Looische Middenstandsbond. De eerste grote beurs had plaats in 1955, een fenomeen dat met de eeuwwisseling definitief verdween uit de Tessenderlo. We eindigen het verhaal Lens op Looi met enkele Looise straatbeelden van 1973.